Hoi, leuk dat je kijkt naar Inspirerende Hutspot. Vandaag hebben we weer een film centraal staan die ons inspireert en motiveert. En deze keer is het Freedom Writer. My name is Aaron Gruel. Schools are divided into separate tribes. I'm not sitting near him. I can't go back there alone. Man, I know you ain't talking to me. We kill each other over race, pride, and respect. We fight for our America. Everyone has their own story. We're gonna write in these journals. There's no place like this out there for us. I can't go back to the way it used to be. Agent. Nah, man, I can't. Nobody listens to a teenager, and they don't see the wars we fight every day. Said to the police car. Then I had gunshots. De film Freedom Writers is gebaseerd op ware feiten. Op het waar gebeurde verhaal van een lerares, een blanke lerares, die in een wijk komt met allemaal verschillende culturen en waar weinig blanken zijn tot geen eigenlijk. Dus één blanke jongen in die hele klas. En verder zijn het allemaal verschillende culturen die ook allemaal verbonden zijn aan verschillende gangs die daar buiten de school opereren en leven. En dat zit allemaal in één klas. You think you know all about gangs? You're amateurs. This gang would put you all to shame. And they started out poor and angry, and everybody looked down on them until one man decided to give them some pride and identity and somebody to blame. Take over neighborhoods? That's nothing compared to them. They took over countries. You want to know how? They just wiped out everybody else. Yeah, they wiped out everybody they didn't like and everybody they blamed for their life being hard. And one of the ways they did it was by doing this. See, they'd print pictures like this in the newspapers. Jewish people with big, long noses. Blacks with big, fat lips. They'd also publish scientific evidence that proved Jews and blacks were the lowest form of human species. Jews and blacks were more like animals. And because they were just like animals, it didn't really matter whether they lived or died. In fact, life would be a whole lot better if they were all dead. De overtuiging van zowel de leraren als van de leerlingen is, als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje. Je kan nooit je status, je sociale status ontsnappen, nooit succesvol zijn. En de mensen die daar in die klas zitten, zijn ook eigenlijk bijna gedeprimeerde mensen die niet verder kunnen kijken dan de volgende schietpartij. Ze overleven. En die lerares, die ziet het als haar taak, als haar job, om niet les te geven en het schoolsysteem af te werken, maar om in gesprek te gaan, om elkaar te begrijpen en elkaar het gevoel te geven dat jij van waarde bent en dat jij iets kan betekenen in deze wereld. De film is mega motiverend. You don't know the pain we feel. You don't know what we gotta do. You got no respect for how we live in. You got us in here teaching us this grammar shit, and then we gotta go out there again. And what are you telling me about that, huh? What are you doing in here that makes a goddamn difference to my life? You don't feel respected. Is that what you're saying, Ava? Well, maybe you're not. But to get respect, you have to give it. That's bullshit. What? Why should I give my respect to you? Because you're a teacher? I don't know you. How do I know you're not a liar standing up there? How do I know you're not a bad person standing up there? I'm not just gonna give you my respect because you're called a teacher. White people always wanting their respect like they deserve it for free. I'm a teacher. Doesn't matter what color I am. It's all about color. It's about people deciding what you deserve. About people wanting what they don't deserve. About whites thinking they run this world no matter what. You see, I hate white people. You hate me? Yeah. You don't know me. I know what you can do. I saw white cops shoot my friend in the back for reaching into his pocket. His pocket. I saw white cops break into my house and take my father for no reason except because they feel like it. Except because they can. And they can. Een van de meest beroemde scènes uit deze film is toch wel de lijnscène. Daarna is hij op vele scholen in Nederland en waarschijnlijk ook daarbuiten gedaan. En je kent hem misschien wel, het is een lijn spannen en ze stelt vragen aan die klas. Wie heeft, en dan moet je op die lijn gaan staan als het op betrekking heeft op jou. Laten we een stukje kijken van deze scène. We're gonna play a game,
game, all right? It's a lot of fun, I promise. Look, you can either sit in your seats reading those workbooks or you can play a game. Either way, you're in here till the bell rings, okay? This is called the line game. I'm gonna ask you a question. If that question applies to you, you step onto the line and then step back away for the next question. Stand on the line if you've lost a friend to gang violence. Stay on the line if you've lost more than one friend. Wat het bijzondere van deze film is dat ze op een gegeven moment de vergelijking maakt tussen gang violence en de Holocaust. En daarmee maakt ze het voor ons als kijker, die de Holocaust wel degelijk kennen natuurlijk, opeens dat je denkt, jeetje, maar is het zo heftig. Ja, het is zo heftig. En de lessen die geleerd zijn uit de Holocaust, die gebruikt ze om stappen te kunnen maken in die klas. I think that you said before. The Holocaust? Holocaust, yes. What is that? Raise your hand if you know what the Holocaust is. Raise your hand if anyone in this classroom has ever been shot at. Uiteindelijk daagden ze uit om je eigen verhaal te delen. Net zoals het dagboek van Anne Frank, die haar dagboek bijhoudt, hou jij jouw dagboek bij. Want woorden kunnen de wereld veranderen. En mocht je deze film nog niet gezien hebben, van harte aanbevolen. Heb je hem wel al gezien, net zoals ik? Laten we hem nog een keer gaan kijken. Laten we ons inspireren, want ook jij en ook ik hebben ons verhaal te vertellen. En of je het nou opschrijft, of je doet het in een video, maar deel je verhaal met de wereld, want jij bent onderdeel van deze wereld. En als we onszelf de toestemming geven om te schijnen, om te stralen, dan geven we automatisch toestemming om andere mensen ook te laten stralen en te schijnen. En zo maken we er een mooiere wereld van. Tot zover Freedom Riders. Wij zien elkaar volgende week donderdag bij een nieuwe video. Heb je je nog niet geabonneerd en vind je dit interessante video's, doe dat. En vergeet dan niet op dat belletje te drukken, want dan krijg je een automatische melding als er een nieuwe video online staat. Ik wil je hartelijk danken voor het kijken van deze video. Ben benieuwd naar je ideeën en gedachten, dus laat die in de reacties weten. Tot volgende week. Bye bye!